In het begin van de middag volgt onverwachte vrijlating van het meisje Nanda, beschuldigd van strafbare handelingen in verband met de kraakacties, zoals kalken. Sinds vrijdag zat ze vast en haar vrijlating was een van de eisen van de krakers. Ze wordt niet vrijgelaten als inwilliging van die eis, maar wegens gebrek aan bewijs. Want de enige getuige heeft haar achteraf toch niet herkend. Haar raadsman zegt het volgende. Mag wat doen? Zal ik met rust heen? Hij sprak over een fors gebouwd persoon. Nanda is daarentegen zeer tenger en klein. Ook kon de getuige niet bevestigen dat deze persoon met een spuitbus had geschreven. Volgens hem was het met een vulstif geschreven. Deze schandelijke praktijk van de Nederlandse justitie moet aan de kaak gesteld worden. Nanda Lauwers wordt het symbool van het grondbeginsel van ons strafrechtstelsel dat niemand in Nederland aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te werken. Nanda was bovendien geheel onschuldig. Zij had niets strafbaars gedaan. Nanda, je hebt hier een tijd vastgezeten. Ja, 8 dagen. Nou, niet hier. Ook nog een paar dagen op politiebureau. Waarom eigenlijk? Omdat ik in bezit was van een spuitbus. Maar dat was niet... Het was meer omdat ze de krakers willen intimideren. Zo van, als je je rechten kent, dan houden we je gewoon vast. Want het is gewoon een beetje vervelend als je je rechten kent. En daarom wilden ze me gewoon pakken. En door mij de krakers intimideren. Je moest een getuige, je moest voor een getuige komen, maar dat wilde je niet. Nee, want ze hadden op alle mogelijke manieren druk op me uitgeoefend om mee te werken. En ik wist dat het mijn goed recht was om niet mee te werken. Maar zij hebben me juist daarvoor willen straffen. Dus ik dacht, nou, die getuigenconfrontatie wil ik ook niet. Maar ze hebben wel toch voor elkaar gekregen door mij te vertellen dat het niet de getuigenconfrontatie was, maar dat het voor de raadskamer zou komen, voor die 30 dagen verlenging. Ze hebben ook mijn advocaat verteld dat ze aan mij gevraagd hadden of ik bij de getuigenconfrontatie mee wilde werken. En waarom die getuigenconfrontatie? Nou, zij maakte er een heel punt van als ik naar me meewerkte en als die getuigen als mij naar me kon zien, dan lieten ze mij vrij, terwijl ze gewoon mij sowieso vrij moesten laten. Want ik had, zelfs waar ze mij van verdenken, dan mogen ze me niet langer dan 6 uur vasthouden. En wat was die verdenking nou precies? Nou, dat ik op een muur de leus Denk aan de Vondelstraat had geschreven. Ja, ook de vrouwen die worden steeds feller. Zeker omdat ze nu weer in de vrouwenbeweging mee hebben gemaakt wat solidariteit is. En ze komen natuurlijk ook voor hun recht op. En voor de rest is natuurlijk geen verschil tussen man en vrouw. Ze hebben allemaal woningen nodig. Waarom doe jij eigenlijk mee aan die kraakacties? Omdat ik telkens als ik met mensen te maken heb of dingen wil doen, toch weer stuit op het groot probleem dat de mensen geen huis hebben. En daardoor niet rustig met andere dingen bezig kunnen zijn. En het wonen is dan toch heel belangrijk. Wat heb je geleerd uit deze actie? Ja, dat we het best wel een beetje redden als we elkaar ondersteunen. Solidariteit dus? Ja. Die heeft een enorme zelfbeheersing getoond. Ik heb daar grote bewondering voor. Maar de enige mogelijkheid om een barricades weg te ruimen is zwaar materiaal waarbij je dan de tanks gebruikt gewoon om als bulldozers, niet als wapen. En dat bepaalde ook de omvang van de actie. Je kunt nou eenmaal politieagenten met schilden niet tegen barricades op laten lopen. Dat leidt tot slachtoffers. Ja, ik noem wat rondom de Vondelstraat gebeurd is, noem ik uitingen van anarchie. Op dergelijke manier proberen de aandacht voor bepaalde facetten van het leven te krijgen, vind ik anarchistisch. Op naar de Vondelstraat.
we staan hier op Singel 186, voor Singel 186. Waarschijnlijk de nieuwe grote keizer, nieuwe bron van verzet binnenkort. Omdat dit pand aan de beurt komt om ontruimd te gaan worden. En zoals je weet, ontruimingen pikken we niet meer. Het gaat niet alleen om kraken, hè? Oh nee, het gaat hier allereerst niet alleen om Amsterdam. In verschillende steden zijn er acties bezig. Gisteren of eergisteren zijn stadhuizen bezet in Groningen en in Den Bosch. Er zijn een hele hoop panden gekraakt, er wordt overal actie gevoerd. Ook Utrecht, daar is actie aan de gang en komt binnenkort een enorme ontruiming en toestanden. Maar het gaat inderdaad niet alleen om kraken, maar het gaat om de hele woningnoodproblematiek en het gaat om huurdersstrijd, het gaat om woonboten, het gaat om de strijd om woningen die buitenlanders nodig hebben. Het gaat om ontzettend veel, maar ik wil zelfs verder gaan. Het gaat niet alleen de woningstrijd. Het wordt steeds slechter. 35 jaar na de oorlog hebben we gezien dat gemeente en overheid continu de belangen van allerlei ondernemingen en behartigden en het volksbehoefte op een verre plaats naar achteren schoof. Je ziet dat onrust toeneemt, laten we zeggen de zogenaamde sociale onrust. Je zag al de eerste tekenen of een van de tekenen met de havenstakingen. Nu de bonden die zich flink gaan roeren, in ieder geval beter dan vroeger. Het verzet neemt toe. Men pikt het niet meer. Welke lessen hebben jullie nu geleerd uit dat wat op de Vondelstraat en met de grote keizer gebeurt? Ja, allereerst de les is dat de overheid verzet beantwoordt met tanks. Heel idioot, ridicuul. Dat wij ons nog beter moeten gaan voorbereiden op een hardere strijd. En een van onze wapenen zal solidariteit zijn. En een massalere opkomst van het verzet. Dus nogmaals, niet alleen bij jongeren, maar ook de ouderen die zijn in beweging. Niet alleen bij de krakers, maar ook woningzoekenden. En op het hele brede gebied wat je maar kan voorstellen. We hebben ook een les getrokken uit de 70e jaren en nog meer daarvoor. Dat als er actie gevoerd werd, dat mensen lachend op een gegeven moment verzet pleegden en zich in elkaar lieten slaan door een mobiele eenheid. Ik denk dat men nu uitgelachen is. Dat de situatie zo verslechterd is dat er zelfs geen glimlach meer af kan. Het wordt keiharde strijd.